toen de stroomkast een hoofdzekering uitsloeg. Wat inhield dat enkele attracties buiten werking stonden. Precies tussen 3 en 4 uur en er een beetje mensen liepen. Dat zijn zenuwachtige momenten. Om 10 uur ben ik naar de caravan gegaan om het eten voor de volgende dag klaar te zetten. Het papieren geld moet in de droger, want dat geld is helemaal nat vanwege dat we elke keer de kikkers uit de waterbak moeten vissen. En tussendoor natuurlijk weer afrekenen met natte handen. Woensdagavond hadden we een leuk voorvalletje. Een vaste klant van ons stond weer te spelen en hij wilde graag zo'n grote superkikker winnen. Hij was al eigenaar van enkele grote kikkers, maar de superkikker wilde maar niet lukken. Daar moet je 2 keer voor in de gouden pot slaan. En het lukte hem maar 1 keer. Ik zei, weet je wat, of je nu in de gouden pot slaat of niet, je krijgt toch je superkikker. Hij probeerde het en nee hoor, het lukte niet. Mark gaf hem de superkikker toch. Het leuke van het voorval was dat hij daarna toch nog voor 5 gulden kikkers kocht en jawel, regelrecht in de gouden pot. Nu had hij hem toch nog zelf gewonnen. Dat is een hoofdprijs, dames en heren. Dat is uitzoeken, nemen wat u hebben wil. Komt u maar. Slaat die kikker op surfplikken, dames en heren. Om 12 uur 's nachts zijn we gaan afbreken. Tom, mijn man, was om 5:30 morgens klaar en vertrok met veel haast naar Nuenen. Met een andere kermisattractie. Mijn zoontje Tony en ik gingen verder naar Leeuwarden met het kikkerspel. Om 8:30 in de morgen arriveerden we in Leeuwarden. Ik ben met de caravan naast mijn vriendin gaan staan. In de hoop dat we aankomende week weer samen af en toe koffie konden drinken. Toen ben ik naar de gemeente gegaan om op de tekening te kijken op welke plaats we op het kermistrein moesten opbouwen. Het kikkerspel was in Leeuwarden voor de eerste keer. En het publiek keek dus ook zo van, wat moeten we daar nu mee? Dus kleine Tom, mijn zoon, een bak kikkers gegeven en maar laten slaan, zodat het publiek kon zien wat de bedoeling was. Om 1:30 s'nachts waren we terug in de caravan. Ik had een gevoel dat ik aan elk been 2 voeten had zitten. Dus gauw een voetbad genomen met een heerlijk wijntje en een sigaretje. Ik was blij dat de eerste dag er weer op zat. Ik zei tegen mijn vriendin Henny, we zijn eigenlijk altijd blij. Blij als we aankomen, blij als we weer vertrekken, blij als we eens een keertje een avond vrij zijn. Want dan genieten we dubbel van de gewone dagelijkse dingen, wat andere mensen eigenlijk niet eens meer waarderen. Ik zou ook voor geen geld willen ruilen voor een leven van een persoon uit, zoals wij dat zeggen, de burgermaatschappij. We vertrekken nu naar Tilburgse kermis. Dat is de grootste kermis van Nederland. Daar draaien we erg lange dagen. En staan de ogen van deze kermisexploitanten na een week op 10:30. Maar het is er erg gezellig en daarom kijk ik er echt naar uit.